De Zuidas. Berucht en beroemd. Maar waarom eigenlijk? Wat gaat er achter dit on-Nederlandse stukje Amsterdam schuil? Ik ben Oscar, systemisch coach. Als systemisch coach kijk ik naar het sociale DNA van een organisatie, of in dit geval van een werkgebied, de Zuidas. Welk relationeel weefsel is gezond? En waar storten mensen in? Waar loopt de informele werkcultuur spaak met de formele? En waar gaat de menselijke maat verloren in het behalen van het bedrijfsbelang? In dit systemisch onderzoeksproject ben ik op zoek naar de ziel van de Zuidas. In een estafette nodig ik mensen op persoonlijke titel uit voor een kort gesprek over de werkcultuur en de mens die op de Zuidas leeft. In deze aflevering verwelkom ik Arno Wellens in mijn huiselijke coachkamer op de Zuidas. Welkom Arno. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Leuk. Ja. Wat is jouw relatie met de Zuidas? Ik ben journalist. Ja. Ik hou me bezig met minder leuke onderwerpen. Wat heftige onderwerpen, grensoverschrijdende criminaliteit, witwassen, belastingontwijking, belastingontduiking, corruptie. Ja. Dat vind ik fascinerend. Ja. Rusland, Oekraïne, die hebben heel veel boeven. Ja. Die moeten hun geld ergens stallen. Zoeken ze een bananenrepubliek die niet moeilijk doet. Dan komen ze hier op de Zuidas. Ja. Ja. Allemaal dat soort dingen. Daar kan ik me weken mee bezighouden. Ben je hier vaak? Of? Zeker 1 keer per week om iemand te spreken. Er zitten hier heel veel zogeheten brievenbusbedrijven, of de kamerplantbedrijven noem ik ze. Die openen een vestiging in Amsterdam en dan ben je fiscaal en juridisch Nederlander. En dan zetten ze een skelet neer van een bedrijf. En dan wil ik altijd even kijken wat daar zit. Dus er is elke week wel een schandaal internationaal van, hé, waar is dat geld? Dat ligt op de Zuidas. Maak daar verhaal over. En dan ben ik dus hier. Dan kom ik kijken. En wat is dan, als je zo hier bent, wat gaat er dan door je heen? Ik heb een heel mooi gevoel. Ja. En ik heb een heel wat minder gevoel. Dus ook met het mooie begin. Ja. Ik zeg wel eens van, wij leven in een tijd van overdreven politieke correctheid. Ik zat toevallig net eergisteren De Wereld Draait Door te kijken. Ja. Ik kijk nooit naar de publieke omroep. Het is allemaal bagger, allemaal slecht. Maar ik zette er langs. Matthijs van Nieuwkerk, ja. die ging zijn tafelmens aankondigen. Als een vrouw. Je kunt niet meer dame zeggen. Als je uit puur respect, als je het hebt over een dame, ja. Dat mag al niet meer. Je mag ook niet meer dames en heren zeggen. In de trein bijvoorbeeld. Ja. Geachte mensen of zo. Dus we leven in tijden van overdreven, truttige, schadelijke politieke correctheid. Ja. Dat gaat helemaal nergens heen. En als je dan toch zegt van nou, ik zoek een beetje wat meer testosteron. Waar eigenlijk gewoon de samenleving wat meer is zoals die is. Ja. Realistischer, dan ben je op de Zuidas aan het goede adres. Dus in de rest van de stad zie je al die quinoa-vretende schaduwen van mannen, noem ik ze. Met hun knotjes en hun hipsterbaardjes en die allemaal dingen doen die ze helemaal niet leuk vinden. Nou, dat is de rest van de stad. Maar hier lopen de mannen gewoon nog in een mooi pak. Dat willen ze graag. Ja. Hebben ze een beroep waarmee ze het pinkje kunnen uithangen. Verzorgde vrouwen. Mooie hakjes. Make-up ziet er allemaal goed uit, weet je wel. Mensen zijn verzorgd. Dus dat aspect vind ik gewoon heel mooi. De Zuidas is een beetje het booreiland van de financiële dienstverlening. Zo'n booreiland. Er lopen ook nog allemaal stoere kerels met dingen rond. Daar zitten ze geen soylatte frappuccino's in avocado-schilletjes te schenken. Ja, mensen die graag een glutenvrije optie willen. Nee, gewoon lekker rauwdouwen. Lekker mannelijk, veel vrouwelijk. Daar hou ik van. Dat vind ik hier gewoon heel, heel, heel goed aan. Ja. Dat moet meer. Dat is het andere gevoel. Dat is hoe wij ons geld hier verdienen. Dat is voor een heel groot gedeelte een fantasiewereld. Wij leven hier in de illusie dat Nederland, hoofdkantorenland, open grenzen, handel drijven, hè? Nederland is een handelsnatie, een beetje de VOC-mentaliteit. Dat idee, dat hebben we heel erg, dat je op die manier geld kunt verdienen. En dan zeggen we altijd, dat is het beleid van de VVD, van Rutte, heel veel dingen die blijken daaruit, die komen eruit voort. Dividendbelasting afschaffen, dat we het hoofdkantorenland moeten zijn van de wereld. Wij willen al die hoofdkantoren hebben. En wij denken dat we dat kunnen bereiken door belastingwetgeving en andere juridische zaken, dus geen enkele vorm van belasting heffen enzovoort. Dat wij er goed aan doen, dat wij onze economie een plezier doen, door al die hoofdkantoren naar Nederland te halen. En dat is een grote illusie. En dat is waar wij steeds vaker achter komen. En als je hier gewoon rondloopt op de Zuidas, dan zie je dat. En wat voor gevoel geeft dat jou? Dan word ik triest. Dan word ik licht depressief. Ik heb een hartstikke leuk leven. Hè? Ik heb een vriendin, jongen. Dat geloof je niet. Dan denk je, waar je die vandaan? Leuke vrienden. Dat zijn allemaal dingen die mij blij maken in het leven. Maar dit aspect, dat wij elke vorm van moraliteit en van fatsoen en integriteit, dat we dat achter de trekhaak hangen, voor de bus gooien, noem het maar op hoe je het wil noemen. Dat we dat doen om een minuscuul schijfstuivertje te verdienen. Dat is echt de waanzin en de illusie die hier speelt. Een werkgebied heeft ook vaak een bepaald karakter. Mm-hmm. Hoe zou je dat zijn? Dat is als een paar kernwoorden omschrijven. Ik wil dus niet iedereen over één kam scheren. Okay. Laat dat wel even gezegd zijn. Er zijn hier gewoon bedrijven, financiële dienstverleners, ja, die dingen doen die zin hebben. Ja. Je hebt ook daadwerkelijk wel degelijk internationale hoofdkantoren. Ja. Bedrijven die zeggen, nou, in Nederland heb je een goed opgeleide bevolking. Ja.
goede infrastructuur, je zit hier vlakbij Schiphol. Ja. Mensen spreken Engels en dat is, juridisch is het hier ook veilig. Je hebt gewoon echte internationale bedrijven, advieskantoren die hier zitten. Ja. Dat is de helft. Ja. En die andere helft is waar ik dan depressief van werd, dus dat wil ik even nuanceren. Dat zijn echt gewoon de mafiosi en gewoon de echte tuig, het schuim van de wereld. Ja. Dat wij hier met open armen ontvangen. Dat zijn twee werelden, dat is de helft. En hoe zou je die twee werelden dan omschrijven? De echte advocaten, die dus ook gewoon echte fysieke klanten hebben. En niet een brievenbusbedrijfje hebben en een showtje opvoeren. Daar voel ik me eigenlijk wel bij thuis. Ik ga altijd ook erg graag borrelen bij de Blauwe Engel. Veel testosteron, wat ik zei. En dat, daar hou ik stiekem wel van. Ja. Licht corporaal, helemaal mooi. En die andere? Dat is verschrikkelijk, dat is het laagste van het laagste. En moet je elke vorm van ethiek en fatsoen moet je overboord gooien. En dan krijg je de trustkantoren. En ik spreek hier heel vaak mensen. Ja. Ik heb natuurlijk vrienden, ik heb mijn bronnen, ik heb kennissen, ik heb mensen die ook gewoon met mij willen praten. En je ziet ook wel dat het nette bedrijfsleven, de fiscaal advieskantoren, de juristen, de fusies- en overnamesadvocaten, dus die dus fatsoenlijke bedrijven bijstaan, die heb je natuurlijk ook. Ja. Je hebt gewoon echte fysieke bedrijven die hier een internationaal hoofdkantoor hebben, zoals met Google hier in de straat. Ja, daar werken ook gewoon echt mensen. Dus dat is ook echt iets. Nou, dat bedrijfsleven wil af van dat andere aspect, die mafioos. Dus dat bijt elkaar. Dus ik ben ook absoluut niet anti-Zuidas. Maar het cliché te gebruiken van de mand met de rotte appels. Je moet niet de hele mand weggooien, want er een paar rotte appels in zitten. Maar ik zeg wel, je moet wel die rotte appels eruit halen. En dat zou wel eens de helft kunnen zijn. Die ondermijning, dus het aantal schandalen dat je hebt. Laatst ook weer met ING, dat ze voor een Russische boef, Mikhail Fridman, die zit hiernaast. Ja. Dat ze voor hem geld gaan witwassen. En dat daardoor de integriteit van de hele bank op het spel komt te staan. ING zal een paar duizend euro hebben verdiend aan die vent. Ja. Ik denk echt niet meer, een zakelijk rekeningetje. Wat vang je daar nou voor? Dus dat je daarvoor die hele integriteit van die hele bank op de helling zet. Nou, er zijn nu ook wel steeds meer mensen die zeggen, ook hier op de Zuidas, dat bedreigt gewoon mijn voortbestaan. De Zuidas is een mand met appels. Die is er geheel verloren dreigt te gaan. Omdat wij hebben geaccepteerd dat er wat rotte appels bij zitten. En als je nu om je heen kijkt, dan is de helft van de appels is gewoon rot. Je moet je eruit flikkeren. En als je dat niet op tijd doet, dan is deze hele prachtige biome, microcultuur, die gaat gewoon weg. Maar er komen hier allemaal gele hesjes, dat was een mooie verspreking. Er komen hier allemaal gele hesjes en die steken alles in de fik. En als je nou de mensen hier op de Zuidas beschrijft, hoe zou je die omschrijven? Nou, nogmaals, in die twee groepen, dus de fatsoenlijke advocaten, ook bankiers die wel degelijk nuttige dingen doen. Vaak hardwerkende, hoogopgeleide mensen, goed gekleed, houden van een borrel. Ja, echt mensen met wie ik graag afspreken naar een feestje zou gaan. En die andere, dus de mensen die bij de trustkantoren werken, dat zijn echt de zielenpieten. Daar zit echt het schuim ook van Nederland. Als je bij een trustkantoor werkt, dan heb je eigenlijk geen leven. Er zijn ook heel veel mensen die heel veel moeite hebben om ergens anders een baan te vinden. Weet je wel, die uitvallen bij de accountantskantoren of bij de juristen enzovoort. Ja. Ja, dan kun je naar de journalistiek of je gaat nog een stap lager waar je wel meer verdient en dan ga je naar een trustkantoor. En mensen kunnen dat gewoon controleren. Je kan gewoon een willekeurig kantoorpand binnengaan op de Zuidas en dan zul je zien dat de helft leeg is. En in die lege helft, daar hebben de trustkantoren hun kamerplanten neergezet. Ja. En daar zitten de lege fake bedrijven. Je kunt hier gewoon de ITO-toren, als je wil. We lopen er zo naartoe en dan kun je zien, hier zit een echt bedrijf, daar zit een nepbedrijf. Hier zit een echt bedrijf, daar zit een nepbedrijf. Dus in die echte bedrijven, daar zitten slimme jongens. Ja. En heel veel vrouwen, steeds meer vrouwen, vind ik heel goed. Ja. Daar zitten slimme gasten die doorhebben hoe de wereld werkt. Ja. Als je bijvoorbeeld een financieel bedrijf hebt, een beleggingsbedrijf dat wereldwijd opereert. Ja. Je hebt overal wel door wat er gebeurt enzovoort. Dat zijn graag mensen met wie ik graag afspreek. Ja. Om van gedachten te wisselen. Of als bron. Of om gemeenschappelijk tot kennis te komen. Ja. Die de hele wereld als een werkterrein ziet. Ja. Dat is ook gewoon iemand met wie je uren zou kunnen praten. Ja. Dat vind ik een heel mooi aspect. Dus het nette bedrijfsleven, daar hou ik van. Moet je koesteren. Ja. Maar goed, dat andere, dat tuig, hè, de trustkantoren, dat... Je had ook een poffertje uitgezocht. Dit is een science fiction-achtig dingetje. Hij kan je verbeelding spreken, hij heeft een ruimte pakken, hij moet het hele zonnestelsel door en meer. Hij heeft een wapen, dus dat betekent dat hij in een ander zonnestelsel nog allemaal ruimte wezen, weet ik veel, tegenkomt. Dat is een beetje het idee dat heel veel mensen van de Zuidas hebben. In werkelijkheid is de Zuidas een gedrocht. En dat is dus de helft, het rotte deel van de Zuidas. Ja. En daarom dacht ik aan deze draak met een VOC-geweer en een leuk roze handtasje. Ja. En überhaupt is het een fantasiefiguur. Hè? Ik bedoel, als je een beest hebt dat zo groot is, dat kan niet vliegen. Ja. Dus dat is duidelijk een of ander mythisch ding. En dan heeft hij ook nog een helm op en schermbeschermers. Ja. Nou, dit is een beetje de fantasiewereld. Dit is hoe Mark Rutte de economie ziet. Ja. Dus die heeft allemaal rare dingetjes in zijn hoofd zitten. Dat vouwt hij bij elkaar, net als een Playmobil poppetje. En dan heb je Mark Rutte zijn idee van
de economie, hoe de realiteit in elkaar zit. En dat staat natuurlijk volslagen los van de realiteit. Want een model van de realiteit is niet de realiteit. Ja. Als je een heel slecht model maakt van de realiteit, dan ga je rare dingen doen. En daar komt dat rare beleid van Rutte vandaan. Dat hij dus elke crimineel, elke mafioos van over de hele wereld, kom maar naar Amsterdam met je foute zwarte geld, maakt niet uit hoe je het hebt verdiend. Dictators, witwassers van zwaar crimineel geld, noem het maar op, ze zitten hier allemaal. En wij denken dat wij daar geld aan verdienen. En dat is dus wat ik noem, dat is de hoofdkantorenmythe. Wij denken dat als een hoofdkantoor naar Nederland komt, dat daar dan allemaal banen uit voortkomen. Hiernaast zit een heel groot Oekraïns kolenbedrijf bijvoorbeeld. Een staalfabriek, Miet Invest, zit in de Zee van Azov. Een van de grootste bedrijven ter wereld. Dat heeft hier zijn hoofdkantoor. En wij denken, wij leven, en dat is dus de mythe, dat Nederland moet een diensteneconomie zijn. Dus wij willen geen vervuilende bedrijfsactiviteiten hebben. Die stoten we af, die belasten we kapot in Nederland. Als jij in een productiebedrijf werkt, dan word je overladen met milieuheffingen, CO2-taxen, allemaal dingen die echt nergens op slaan. Want je maakt Nederlandse ondernemers kapot. Hun productie gaat naar het buitenland, naar China bijvoorbeeld, waar je niet al die rare regels hebt. Dus je bent eigenlijk gewoon je eigen reële economie ben je aan het beschadigen. En dan zeggen we nee, maar dus die vervuilende dingen, de kolencentrale zelf, willen we niet hebben. Wij willen alleen de hoofdkantoraspecten hebben. Maar het is natuurlijk hartstikke raar als je een internationaal bedrijf hebt. Ik noem bijvoorbeeld even de Oekraïense kolencentrale, die heb ik wel in meer dingen gebruikt. Of het Angolese telecombedrijf. Of het Saoedisch oliebedrijf dat hier recht boven zit trouwens. Ja. De koning van Saoedi-Arabië, die nu een genocide aan het plegen is in Jemen. Ja. Die journalist heeft vermoord, die heeft hierboven 12 miljard euro gestald. Wij denken nou, als je dan alleen je hoofdkantooractiviteiten hier hebt, dan hebben we dus alleen de administratieve en de juridische banen. Ja. Dus we hebben geen vervuiling in Nederland. We hebben alleen overal mooie kantoren. We zijn één grote kantorentuin. Dat is de illusie die wij hebben. Zoals je dat in een dorpje kan hebben of in een stad. Dat hier wat kantoren zitten en daar wat fabrieken. Ja. Zo hebben wij de illusie dat je van een heel land alle milieuvervuilende activiteiten weg kan doen. Ja. En dat je alleen de hoofdkantoren over hebt. Dat is het hoofdkantorenbeleid van Mark Rutte. Maar dat is complete onzin. Dat is volslagen waanzin. Dat staat los van elke realiteitszin. Alleen als je 2 jaar HR-miep bent geweest bij Unilever, zoals Rutte, dan denk je zo. Dan heb je zo'n versimpeld beeld van de werkelijkheid. Dat hoofdkantoor, dus waar je management en je financiën en dat soort dingen plaatsvinden en je verkoop, dat moet natuurlijk zo dicht mogelijk bij de fabriek zitten, waar die beslissingen worden uitgevoerd. Dus je hebt een stinkende fabriek, in Oekraïne bijvoorbeeld. En daarnaast zit een bedrijfsbureau waar inderdaad ingenieurs en boekhouders zitten. Die maken beslissingen, die lopen naar de fabriek en die zeggen ja, het moet zus en zo. Dus dat hoofdkantoor zit praktisch vlakbij de fabriek. Dan zeggen we nee, maar je moet je hoofdkantoor in Nederland hebben. Dan lokken wij die hoofdkantoren door te zeggen, maar je hoeft hier geen belasting te betalen. Nou, wat gebeurt er dan? Dat is dat die bedrijven, bijvoorbeeld Oekraïnse staalfabrieken en die kolencentrale, die zetten een minuscuul bedrijfje neer in Amsterdam, echt het minimum van wat je een bedrijf zou kunnen noemen. Letterlijk gewoon een kamertje van 2 bij 3 meter, zetten ze 1 kamerplant in en ze doen een logo op de deur en dan heb je hier je hoofdkantoor gevestigd. Dus ik wil Mark Rutte een keer uitnodigen. Mark Rutte, als je dit ziet, kom een keer naar Amsterdam, doen we de kamerplantour. Ja. Want ik organiseer tours over de Zuidas en dan laat ik zien hoe bar weinig die bedrijven hier echt neerzet. Dus als wij zeggen, nou, een internationale partij komt hier met zijn hoofdkantoor. Het is niet zo dat er dan allemaal banen naar Nederland komen. Dat internationale bedrijf huurt hier een kamertje. Daarom heb je hier ook zoveel van die Regis kantoren en dat soort dingen. Ja. En Tribes en weet ik veel. Ja, dus je huurt hier 1 kamertje. Dat kost je nou, misschien 1000 euro of 2000 per maand. Plakt een logo op de deur. Doet een KVK-inschrijvingje met een telefoonnummer. Je zet een kamerplant neer. Geef je af en toe water. En dan lijkt het alsof je hier je kantoortje hebt. En de hele Zuidas zit gewoon vol met van die fake kantoortjes. Dat is voor een heel groot gedeelte. Als mensen denken, oh, wat een mooie torens allemaal. En daar zitten al die hoofdkantoren van Mark Rutte in. Nou, wat ik dus doe, ik loop naar binnen, ik ga kijken en ik probeer te zien wat daar zit. Er zit niks. En mensen moeten gewoon eens naar binnen, naar zo'n kantoor. Ja. En dan zie je hoe verschrikkelijk weinig daar zit. Dus daarom noem ik dus dat fantasiepoppetje. En dat is de denkwereld van Mark Rutte. Dus je kan iets heel stoers hebben. Dit is een stoere draak. Ja. Maar van die stoere draak, hè, dus dat geldverdienende bedrijfsleven, wil ik alleen de lieve aspecten, dus daarom een mooi roze handtasje. Ja. Ik kan dat loszien van elkaar. Dat is niet zo, dat is onzin. Dus samengevat, die bedrijven die zitten hier wel. Ja. Een minimum aan echte fysieke activiteiten. Dan kunnen ze zichzelf Nederlands bedrijf noemen. Dan krijg je de Nederlandse juridische en fiscale voordelen. En je krijgt bijvoorbeeld deelnemingsvrijstelling. Dat is een fiscaal voordeel van Nederlander zijn. Dat willen ze hebben, maar ze zijn hier nooit. Dat is een beetje wat de Zuidas heel erg heeft vormgegeven. Het zit hier vol met belastingontwijkers, belastingontduikers, maar ook gewoon keiharde criminelen. En de ziel heeft vaak iets te leren. Ja. En daar doen we heel lang over. En soms heel leven lang. Ja. Hoe zit dat dan met de ziel van de Zuidas? Ja, die is er dus niet. Welke kwaliteit van leven wordt hier over gezien? Integriteit, menselijke waardigheid, fatsoen.
Gewoon dat je een klein beetje fatsoen in je donder hebt. Mag ik eens een voorbeeld noemen? Ja. Ik kan tig voorbeelden noemen. Amerikanen, Russen, Oekraïners, overal boeven. Laat ik er eens eentje uitpakken. Hiernaast heeft hij gewoon een enorm kantoor zitten. Hij heeft een bedrijf met 400 werknemers. Ja. Er staan 500 miljard op de balans. Ik ga daar naar binnen. Je ziet dus inderdaad zo'n piepklein kantoortje. Wat is dat? Dat is het telecombedrijf van Angola. Dat heeft zijn hoofdkantoor in Nederland. Dat zou vrij onlogisch zijn dat als je in Angola, ergens in Zuidwest-Afrika, een groot telecombedrijf hebt, dan je hoofdkantoor in Amsterdam hebt. En op papier werken daar ruim 400 mensen. Dat zijn er natuurlijk niet. Nou, wat is er gebeurd? De dictator van Angola, Eduardo dos Santos, die heeft dat hele land leeg zitten stelen. En met name de zorgpot. Dus Angola is een van de rijkste landen van Afrika dankzij al die olie. Maar door de corruptie en mismanagement is het de slechtste plek om op te groeien als kind op aarde. Dus je zou er eigenlijk prima gezondheidszorg kunnen leveren. Ja. Maar die kinderen daar, die sterven aan ziektes, aan ondervoeding enzovoort. Op de meest mensonterende manieren. Terwijl het geld is daar gewoon voor handen om het op te lossen. Nou, wat is daar nou gebeurd? Die Eduardo dos Santos met zijn dochter werkt die samen om dat land gewoon leeg te stelen. En met name op plekken die daar vatbaar voor zijn. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd, we gaan 500 miljard uit de pot voor gezondheidszorg. Gaan we gewoon jatten. En dat is het alweer in Amsterdam. En dat zit hier. Dat is dan zo'n bedrijf dat hier zit. En Nederland is daar dus blij mee. We zeggen, oh wat fijn. Hè? Een Angolees telecombedrijf vestigt zijn hoofdkantoor in Amsterdam. Allemaal blij. Ja. Maar het is gewoon een roofoperatie. En wat verdient Nederland hier nou? Nou, laten we zeggen dat dat kantoortje, het is minuscuul, dat dat 10.000 euro per jaar kost. Dat zou wat mij betreft al veel zijn. Dan doen we daar 2.000 euro btw overheen. Dus Nederland verdient daar 2.000 euro aan als overheid. En dan moet er ook nog iemand plantjes water komen geven. Er zit een beveiliger, zit zich daar kapot te vervelen. Die is gewoon een kamerplant aan het bewaken. Ik heb nog nooit een simpele ziel gezien als je toverzielen hebt. Wat verdienen we daar nog meer aan? Ja, de accountant die komt dan binnen. Die moet een jaarrekeningcontrole doen. Maar die is ook echt in 3 minuten is die weer buiten. Want het is dood eenvoudig. Dus als we daar 5.000 euro als land aan verdienen, dan is het veel. Angola is 500 miljard euro kwijt. De gevolgen voor mensen daar op de gezondheidszorg, in termen van menselijk leed, zijn verschrikkelijk. Als je uit een arm land 500 miljard euro jat, dat was bedoeld voor volksgezondheid, dan heeft dat daar verschrikkelijke impact. En ons voordeel is 5.000 euro per jaar. Dat verdienen we erop, op het leed van anderen. Ja, wil je zo je geld verdienen? Ja, dan heb je niet echt een ziel. Daar moeten we op een gegeven moment gewoon mee stoppen met die harde kamerplant onzin. En dan kunnen we zeggen, nou, die idiotie is gewoon weg. En dan heb je alleen nog maar echte financiële bedrijven. Als je zegt, van ja, wat is dan de ziel die hier heerst? Dan vind ik dat het meest in het oog springende. Ik heb daar tig voorbeelden van, maar er is dus niemand die bij zichzelf denkt van, ja, dat is wel raar dat die vent hier zit. Er was laatst dus een soort van staatsgreepachtig ding gaande in Angola, dat ze van die vent af wilden. Er zit nu een nieuwe Angolees, een beetje president te spelen, zo'n voormalig militair. En die is nu aan het kijken van, hé, al dat geld dat mijn voorganger heeft gejat, waar ligt dat? Nou, krijg je dus internationale journalisten, die werken veel samen, ga je rondkijken. 9 van de 10 keer, als er zoiets geopolitieks gebeurt, ligt bij mij in de achtertuin. Ja hoor, ligt hier in de Stravinsky-toren. En dat zegt wel iets over mensen. Elke keer als er wat fout is, dan is er in Moldavië weer wat gejat. Dan heb je een Russische crimineel die zijn geld ergens wil stallen. Dan is er weer een raar dealtje met Amerikaanse bedrijven die Joop Wijn op zeer dubieuze wijze onder druk hebben gezet om ook hier wat geld te kunnen stallen, enzovoort, enzovoort. Zodra er internationaal verhaal is, laatst met Renault en Nissan, corruptieschandaal, ja hoor, jachthavenweg 130, zit hier allemaal vrij dicht bij elkaar. Elke keer als er journalistiek wat is, ik bel dan rond met collega's wereldwijd en ik probeer te kijken, puur wat is er gebeurd. Geld gejat, waar ligt het? Wat was de vluchthaven? 9 van de 10 keer, Zuidas, ja, daar moet je vanaf. En als je dan kijkt naar wat hier wel wordt begrepen van het leven? Ja, ik ben het eens met het echte bedrijfsleven. Dus wel zeg maar de fatsoenlijke Nederlandse handelsgeest. Die heb je ook, dan zitten hier gewoon een aantal best wel goede bedrijven. Dat mag je zeker wel zeggen. En door hen dan wel begrepen? Dat als je geld wil verdienen, laat ik Marcel Boek horen, die ondernemer, parafraseren. Ontzettend cheesy, zo de hele vent. Maar goed, hij heeft hier wel gelijk. Hij zegt, als je wil vermenigvuldigen, moet je ook kunnen delen. Ja. En je kunt niet een trein laten ontsporen, zodat je de machinist kunt beroven voor een tientje. Dus er moet een bepaalde wederkerigheid zijn. Je kunt niet 5.000 euro verdienen aan het leegroven van de zorgpot van Angola, wat daar 500 miljard kost. Dat kan niet. En er zijn ook gewoon fatsoenlijke Nederlandse bedrijven die zorgen dat ze hun talen kennen, dat ze kennis hebben van internationaal zaken doen, waardoor ze over de hele wereld kunnen opereren. En daardoor zie je ook gewoon Nederlandse bedrijven over de hele wereld terugkomen. En dat is de echte handelsgeest. Hoogopgeleide mensen, veel kennis van techniek. Neem een ASML bijvoorbeeld, wat die doen, dat is echt fantastisch. Dus ja, dat grootbedrijf, de AEX, daar zitten prachtige bedrijven in. Daar kun je heel trots op zijn. Combinatie van samenwerken met je stakeholders, hoogwaardige technologie, streven naar het beste. Dat kapitalisme, dus dat je streeft naar het beste, naar het betere. Ja. Dat kan misschien het eigen belang zijn. Maakt mij niet eens zoveel uit.
Maar dat je de wil hebt om door te gaan en de top in iets te bereiken. En dat je daardoor producten maakt die er eerst niet waren. En op die manier de levens van mensen beter maakt. Fantastisch. Dat is wel zo. En die mentaliteit van je moet streven naar de top. En dan weet je helemaal niet wat eruit komt. Die mentaliteit die vind je hier op de Zuidas. Een heel leuk voorbeeldje vind ik altijd penicilline. Penicilline heeft als geneesmiddel miljoenen mensen het leven gered. Het was bij toeval ontdekt. Iemand deed een testje met wormen. Toen had hij ontdekt dat die wormen zelf een stofje aanmaken dat beschermt tegen ziektes. Gewoon een pure toevalstreffer. Maar door te experimenteren en door die drang naar kennis, de thirst for knowledge, zoals ze dat in die film Wall Street noemen met Gordon Gekko, door die thirst for knowledge en meer, dat zie ik hier heel erg. Mensen die werken nog eventjes door, doen een iets beter pak aan, werken net wat harder, zorgen dat ze die taal ook even beheersen. Ik sprak laatst iemand die bij KPMG werkt bijvoorbeeld, die wil veel met Japan doen. Nou, leer ik even Japans. Ja. Bleek wat te optimistisch, maar wordt wel die kant op gegaan. En heel veel andere sectoren in de stad, bijvoorbeeld bij de gemeente of de creatieve sector, ja, daar zie je dat niet. Daar is niet dat streven naar perfectie. Vaak is het verdienmodel er ook naar. Een ambtenaar die krijgt sowieso geld binnen. Dus die heeft überhaupt geen verdienmodel. Dan kan je dat misschien niet kwalijk nemen, maar ook die wil om echt de top te bereiken, die zie je in heel veel andere sectoren zie je dat niet. Daar klagen mensen meer. Dan zijn ze eerder boos. Dan maken ze zich druk om genderneutrale toiletten en dat soort dingen. En dat gebeurt hier niet. En ik denk uiteindelijk waar je naartoe moet, is dat je dus leert van de Zuidas. En dat je naar het slechtste en naar het beste kijkt. Het slechtste wat wij hier op de Zuidas doen, is dat jij als dictator je jat geld en je legt het gewoon hier neer. Ik heb de vreselijkste verhalen, gewoon het ergste tuig van over de hele wereld, dat zit hier gewoon. Daar moet je van leren. Dus dat kunnen mensen dus ook doen, zo stom en zo kortzichtig kun je zijn. ING gaat daar bijna aan kapot, dat ze dat tuig ook gewoon een rekeningetje willen bieden. Dan vang je dus een paar duizend euro hoog uit, laat het 50.000 zijn. Dan krijg je een boete van 10.000 keer zo hoog en je gooit internationaal je hele reputatie aan dicht. Nou, wat voor eikel ben je dan? En de laatste, die raad van bestuur, die laat ze ook nog zitten. Zo, oh ja. Weet je wat die mensen ook hadden gedaan bij ING? Dan zeiden ze van, nou, er waren wel signalen dat dat fout ging en dat die wit, dat dat wit was en dat dat gebeurde. En de afdeling die problemen ontdekte, die had te veel shit naar boven gehaald. Dat hebben ze daar wat mensen ontslagen, zodat je minder problemen ziet na witwassen. Ja, dat soort dingen. Daar moet je les trekken van, zo moet het dus niet. Nou, dan zie je op 10 meter afstand, zie je dus van, nou, hoe moet het dus wel? Dat is inderdaad dat streven naar perfectie, dat streven naar vooruitgang, dat je voor jezelf meer wil, dat je zoekt naar die kennis, naar de mogelijkheden, dat je die mentaliteit ook koestert. Ik vind het ook een bonus op zich, daar hoef je helemaal niet zo bang voor te zijn. Als je het principe goed vormgeeft en je laat je medewerkers bijvoorbeeld zien van, joh, als we samen iets bereiken en dat komt door jouw inventiviteit, dan mag je er ook in meedelen. De bonus heb je hier nog vrij veel. Ja. Hou dat er vooral in. Geef het wel goed vorm. Gaandeweg kan men ook leren. Dus ja, het slechtste van wat Nederland te bieden heeft. En het beste van wat Nederland te bieden heeft. Ja. Dat zie je hier op letterlijk meters naast elkaar. Dankjewel om daar licht op te schijnen. Nou, graag gedaan. En ik wil je vragen om ook een kaartje te schrijven om de estafette door te geven. Ja, ik heb hier goed over nagedacht. Ik wil dat je mijn vriend Kennis van Quote uitnodigt, Sander Schimmelpenning, want die zal dat beamen. Dus je hebt de mensen die overal tegen zijn. Die doen het liefst een geel hesje aan en die branden alles plat. Je hebt dan ook de echte harde kapitalisten, een beetje de makelaars. Ja. Die verdienen alleen maar geld en die kijken helemaal niet naar grote processen. En op die manier heb je dus ook gewoon heel veel tuig op de Zuidas. En daarbij dreigen we misschien te vergeten dat Nederland ook heel veel mooie ondernemingen heeft. Ondernemers die streven naar perfectie. Net dat extra tandje willen zetten. Daarmee een mooi voorbeeld zijn voor anderen. Daar geloof ik echt in. En dat in de kern het kapitalisme eigenlijk helemaal zo gek niet is. Dat je beloond wordt voor je eigen arbeid. Dat je er ook nog iets van mag houden. Ik heb net verteld hoe het niet moet. Roofkapitalisme. Sander Schimmelpenning. Hij gaat vertellen hoe het wel moet. Constructief kapitalisme. In de zoektocht naar van, nou, wat is dan mooi kapitalisme, zodat je een fatsoenlijke Zuidas hebt. Dat denk ik ook. Dank voor het kijken. Leuk als je de video deelt. Wil je ook meedoen? Of wil je dit supervette project sponsoren? Neem dan eens contact op. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten. Ja, dank je wel.